Maar wij vinden wel eigenlijk meer vrouwen op de 50, hè? Zeker. Ja, zeker. Want jullie vrouwen, jullie kunnen het. Als wij het kunnen, kunnen jullie het ook. Zeker. Goedemorgen. Vierdaagse 2023. En we hebben voor het eerst in 3 jaar weer een blauwe dinsdag. Jazeker wel. 2 jaar is natuurlijk de Vierdaagse niet doorgegaan door, we weten allemaal waarom. En vorig jaar was het heel erg warm, was het 38 graden en ging de eerste dag niet door. Maar nu eindelijk hebben we weer 4 dagen feest. En 4 dagen opstaan om 2:15. Oh man, ik geloof niet dat ik vannacht überhaupt heb geslapen. Ik heb geloof ik gezien dat ieder uur heb ik voorbij zien komen. Maar ik heb er gewoon eigenlijk heel erg veel zin in. Dat is het eigenlijk vooral. Ik heb gloedje nieuwe shoes. Die zijn nog niet ingelopen, dus dat ga ik deze 4 dagen lekker doen. We gaan zien hoeveel blaren dat gaat opleveren of niet. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik heb zin om eindelijk weer over de Waalbrug te lopen. Om door Elst heen te gaan, door Huissen, noem maar op. Ik heb zelfs zin, ik heb zin in de snollebollekes, heel veel foute muziek. En ik heb heel erg veel zin in een kop koffie, dus ik ga lekker naar de wedren. Ik ga lekker koffie halen en sfeer snuiven. Good morning, ladies and gentlemen. Hartelijk welkom bij de start van de 105e Vierdaagse. Wij zijn er klaar voor om zo dadelijk jullie van start te laten gaan. En ik twijfel er niet aan dat jullie er ook klaar voor zijn. Ladies and gentlemen, let's go for it. Dames en heren, we gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plezier vandaag. Dankjewel. Zijn jullie bang om te kort krijgen onderweg? First Aid Liner. Ah, ze spreken Noors. Ze hebben zeer grote backpacks. Are you afraid to get hungry? Many sandwiches in your backpack. Yes, sandwiches and drinking. And drinking. Yes, and much, much eating, yes. Much beer? No beer. Not alcohol. So how many times you've been walking? Here is the first time. First time? Yes. And how do you feel right now? Very good. Very good. Yeah. That's good, because we just started. Yeah. Well, have fun. Yeah, enjoy. Thank you. Vlak bij Ermelo. Vlak bij Hartwijk. Heb jij zo'n mooie drankenkast? Dan loop je hier met een flesje water. Ja. Ja, je moet goed blijven hydrateren, zeker. Absoluut. Overal aan denken, schat. Overal denken. Nee, zeker. Je hebt het wel goed voorbereid. Zeker. Dan kan je niks over zeggen. Oké, ik loop hier erbij. We hebben licht. Dank u. Dat werkt beter, zeker. Maar is dit voor de toeschouwers, voor de andere wandelaars of echt puur voor jezelf? Voor ons samen. Voor ons samen? Zullen we allebei eentje nemen? Het is 4:45, waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Even lekker Oké, ik ga even kijken wat je hebt. Ja jongens, dit werkt toch helemaal niet? En dat werkt beter. Ja, een soort Red Bull. Ja. Afdeling Veenendaal, dit is Dennis. Hoi, en die loopt voor de eerste keer de Vierdaagse. Ja, helemaal de eerste keer. Helemaal de eerste keer, wat bezielt je? Vraag je me ook af.
Ik ga terug. Ik ga terug. Nee, nee. Het is echt heel leuk. Het is mijn zevende. Ja. En het enige waar ik je voor wil waarschuwen is dat het verslavend is. Oh, dus nee. Het waarschijnlijk niet bij de eerste blijft. Dus net zoals met Kennedy Margaret werd ook zo verslavend. Ja. Ja, die heb je dan wel gelopen. 16. 16? Oh, en dan nu pas je eerste vierdaagse. Aha, veel te druk eigenlijk. Veel te druk. Ja, dat is wel waar. Maar, ja. Maar dat is juist wel, ik vind dat dus wel gezellig. Nou, weet je, het valt me mee met de druk. Iedereen zegt altijd, je kan helemaal met je eigen tempo lopen. Nou ja, ruimte zat. Ja, nu nog wel. Maar straks komt natuurlijk later op de middag de 40 en de 30 erbij. Dan wordt het wel druk. Okay. Maar nu kan je nog lekker tempo maken. Nou, maar je eerste, wat verwacht je ervan? Ja, eigenlijk niks. Helemaal niks. Dat is goed. Gewoon blanco erin. Gaan er keihard van genieten. Ja, weet je, tientallen mensen hebben me tips gegeven, advies gegeven en noem maar op. En let hierop en let daarop. En dat is mooi en daar moet je op letten. Ja joh, ik zie het wel. Voetje voor voetje. Zo is het. Je kleur is in ieder geval goed, hè. Daar al bonuspunten dat je... Ik loop altijd in blauw. Ja, maar morgen is roze, hè. Morgen wel roze. Nou, oké. Nou, goedemorgen. Het is inmiddels 7:15. We hebben er ruim 3 uur op zitten. Tijd voor een tweede kopje koffie. We hebben Els net achter ons gelaten. Het was al wel een beetje een feestje in Els, maar Els moest ook nog een beetje wakker worden. Maar het is zo leuk. Het is zo leuk. Ik ben zo aan het genieten. Zo fijn. Dus laat de rest van de kilometers maar komen. Wat heeft ze een goede outfit aan? Oh, dankjewel. Ja, oh. En als vrouw op de 50. Ja. Ik vind het stoer hoor. Oh, dankjewel. Ja, loopt u heel vaak de vierdaagse? Zesde keer? En 2 keer alternatief. Oké, kijk, wauw. Dus u bent super sportief. Ja. Maar ik geloof namelijk niet dat u... Nou ja, u hoeft als vrouw sowieso niet de 50 te lopen. Nee, nee. Maar waarom dan toch? Ik vind het gewoon heerlijk. Ook die extra 10 kilometer is gewoon heel lekker rustig. Ja, dat is absoluut waar. Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Ja, nou, het ziet er helemaal flits en fris uit in ieder geval. Ik wens u veel succes. Ja, dank u. Nou... Het is inmiddels 8 uur geweest en we lopen ergens in de omgeving van Arnhem. En het is heel rustig. Kijk, ik loop helemaal niet zo heel veel mensen achter me of voor me. Of ik nou zo snel loop of dat we gewoon heel erg zijn uitgewaaid, ik weet het niet. Ik hoor wel muziek en we zitten in het extra lusje, dus dat is altijd wel wat stiller. En straks komt alles bij elkaar en dan gaat het feest losbarsten. Ik heb er zin in. En verder gaat het goed. Sunshine glasses are out. Lekker weer. Sfeer is goed. Benen zijn goed. Schoenen zijn goed. Alles goed. Allemaal fijn. Ze is aardig de pas in hoor. Ik ook. Ja, is dat zo? Ja, want anders kunt u mij niet inhalen. Nee, ja, dat is waar. Maar goed, ik vind dat u lekker doorloopt. Ja. Want ik geloof niet dat u 50 hoeft te lopen. Nee. 30. Nee. 30. Oh. En waarom dan toch die 50? Ja, omdat morgen vond ik het behoorlijk tegenval om de drukte. Ja, ja. Ik heb orthopedische schoenen, ik moet ruimte hebben. Ja. En op de 50, als je normaal een beetje voorhand staat, dan kun je meteen weg. Dan heb je de ruimte met 30, 40, dat niks meer met wandelen te maken. Dat heeft niks meer met wandelen te maken. Nee, dat is zo druk, dat is schuiven. Maar goed, dus dat is de reden. Dat is de reden. En ik neem aan nu dat u niet alleen met de Vierdaagse wandelt zoals u nu loopt. Nee, ik doe alle Kennedy-marsen. Alle Kennedy-marsen? Hey, kijk eens wie ik tegenkom. Nou ja, jullie waren er nog niet gezien. Ik weet je naam niet eens. Caroline. Nou, Caroline, die stond naast mij toen ik me ging aanmelden zondag. Ja. En toen hadden we het erover dat ja... Er lopen wel steeds meer vrouwen de 50, hè? Ja, zeker. Ja, maar meer vrouwen... Maar zo'n blitse vrouw had ik nog niet gezien. Er moet iemand een beetje opvallen. Ja, maar wij vinden wel eigenlijk meer vrouwen op de 50, hè? Zeker. Ja, want jullie vrouwen, jullie kunnen het. Als wij het kunnen jullie het ook. Zeker. En hoe gaat het? Ja, goed. Ja?
Wat zeg je? Mogen ze het anders doen? Nee, anders geloven ze thuis zeker. Nee. We moeten live beelden hebben. Moet het even vastleggen. Nee, het gaat supergoed. Ja. En hoeveelste vierdaagse is het? Nou, ik moet zeggen de 19e keer, maar dat was toen één dag. Hè. Dus oh ja, klopt. Officieel is het 18e keer. Ja, maar... Ja. Nu. Nou, en dan op naar de 20. Maar je krijgt pas bij 25 weer een kruisje, hè? Dus dan krijg je een kruisje weer. Ik krijg een kruisje. Moet je nog even doorlopen? Ja. Ga je dat en jij? Doen? Ja, tuurlijk. Ik loop nu de 7e keer. En? Ga je ook voor... Ik ga minstens voor de Gouden Kruis. Nou ja. Ja, het Gouden Kruis. Dus dat schiet op, hè? Ik ga zeggen, mijn vader die heeft al 25 keer gelopen. Die loopt hem voor de 26e keer. Zo. Dus ik ga die overtreffen. Dus ik heb nog wel wat te gaan. Je hebt nog wat te gaan. Succes, zou ik zeggen. Mokkers. Stop! Ik ben te laat! Shit! Focus! Stop! Stop! Tweede couplet! Yeah. Ik loop de polonaise met mijn Jan en handen. Nou, echt al de hele dag zie je de hele tijd. Ik zie jou de hele dag al lopen. Ja, ik jou ook. Ja, soms heb je dat. En dan loopt die weer voorop en dan die weer voorop. Precies, dan heb je pauze en dan kom je zo is dat. Hoe gaat het? Prima. Ja? Met jou? Ja, ook goed. Ja. Lekker weer, leuke sfeer. Het is toch maar warm. Ja, het is wel warm. Je moet niet te hard zeuren. Het regent niet. Het regent niet en het is geen 38 graden. En vorig jaar precies dat. Daarom. We lopen tenminste. We lopen. Hoeveelste keer? Twee. Tweede keer? Ja. Dus de eerste keer was toch wel goed bevallen. Nee. Of was het een... Dat was een drama. Dat was een drama, maar dan vergeet je pijn toch snel en dan denk je het ja... Het is helemaal ingetaped, dus niks fout gaan. Oh, je hebt dus gewoon eigenlijk geleerd van de eerste. Ja, zeker. Oh, dat is ook slim. Dat is ook een goede manier. Het is 50 kilometer extra. Het is maar 50 kilometer extra dan vorig jaar. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, dat is maar één keer heel extra vroeg op. Hoe vroeg moet jij op? Ik heb de werkwerken nu om 3 uur staan. Oh, schappelijk. Ja, 3:30 gaat de bus. Ja, dat is goed te doen. Goed te doen. Ja, nou zeker. Nou, ik wens je succes. Ja, jij ook. Plezier misschien. Tot morgen. En doe je petje morgen ook op? Zeker. Oké, okay, ja, nee, dat is goed. Maar wel hetzelfde petje. Nou, heel goed. Dan heb ik haar herkennis. Ja. Heel handig. Met mijn is de zonken. Met mijn alles is die dan hebben. Tot morgen! Zo, dat was dag 1. Het zit er al weer op. De langste dag.
Oh, wat was het fijn. Ik heb echt nu al zin in morgen. Maar ik heb eerst zin in een douche en even lekker met de benen omhoog. Maar ik heb ook al heel veel zin in morgen en overmorgen. Nou, gewoon lekker nog 3 dagen.